Transferperiode zit erop. Je zou zeggen, neem een weekje vrij. Maar de mannen die verantwoordelijk zijn voor het aan- en verkoopbeleid onder meer, kijken vanavond mee bij Jong Ajax Heracles. Luca, klaarleggen voor Hansen of zelf iets creëren. Concessao probeert het maar. En die is makkelijk te vangen voor Brouwer. Eerste serieuze werk voor die doelman. Waardeloos aangespeeld, maakt er nog het beste van. Baas zit er bovenop bij Loending. En daardoor kan Sontje Hansen verder. En dan is daar Baas weer om de aanval van Jong Ajax in leven te houden. Lienston begint maar een keer aan een dribbel. Lienston kaatsen. Lienston. Een beetje chaos, een beetje stress. En dan de kans die gepakt wordt door Brouwer. Een corner via Brouwer. Concessao krijgt hem knap voor het doel. Warmerdam. Concessao, Roos gestapt in, maar is dan gezien. En dan is Concessao er vandoor, doet hij het helemaal alleen. Omdat hij die actie wil bekronen. Sonnenberg. Rooske knokt zich terug in balbezit. Het leek uitzichtloos. Het wordt een kans. Net te scherp de voorzet voor Armenteros. Armenteros laat hem lekker vallen voor Venović. Dan kan Heracles tempo maken in de tegenstoot. Rooske buitenom. Geeft Hansson de gelegenheid dit te doen. Klassieke Emil Hansson actie. Van links naar binnen en dan met rechts het doel onder vuur nemen. Niet de juiste precisie. Niet echt handig gedaan door Bakboord. Die neemt hem eigenlijk aan voor Sontje Hansen. En dan ligt het open. Is Concessao rap. Doet hij het helemaal alleen. Terwijl Luca ook nog een optie was. Die ziet hij nu pas. Omdat er een verwijtende blik zijn kant op komt. Lienston. Baas. Uiteindelijk alsnog Rasmussen. Rasmussen doet het helemaal zelf. Brouwer aan de grond genageld. Heracles met een schrik vrij. Heel listig hoe Rasmussen hier Rooske fopt. Stuitert hij lekker. Het scheelt net genoeg vanuit Almelo's perspectief. Half uurtje onderweg. Jong Ajax maakt de dienst uit. Creëert al een aantal aardige kansen. Heracles ondergaat. Zeker als Concessao de bal heeft. Die heeft er zin in vanavond. Nu wel goed het overzicht. Concessao. Goed blok van Sonnenberg. Laat zich zien hoor, die Portugees. Hier is hij weer. In de lucht heeft hij iets minder in de melk te brokkelen. Lienston. Luca. En die raakt hier geblesseerd. Na dat duel. Fit Jim. Rasmussen. Ruimtes zijn zeer beperkt. Maar daar werd Jong Ajax vaak nog wel een kiertje in te vinden. Nu niet, dan kan Heracles eruit. En dan is de ruimte wel groot. Maar in die ruimte blijft Piri overeind. Baas, erover de bal. Rasmussen. Natuurlijk Concessao weer aanspelen, want die voelt zich vanavond als een vis in het water. Concessao, alleen het afronden. Moet nog iets beter. Oh, dat is niet zo handig. Waardoor Wahim de kans krijgt. Mede mogelijk gemaakt door het gekluns achterin bij Jong Ajax.
Maar ook bij Heracles schieten ze onzuiver. Heracles maakt het speelveld heel klein. Hansen, Rasmussen. Rasmussen op de vuisten bij Brouwer. Het zijn nog geen ballen waarvan je zegt, die moeten er absoluut in. Maar Brouwer en Heracles worden wel getest. Constanzao met de corner. En dan wordt hij daar via uiteindelijk door Luca tot doelpunt gepromoveerd. Dik verdiende voorsprong voor Jong Ajax. De wijze waarop de treffer tot stand komt, bijzonder. Snel gereageerd door Luca. En op de lijn kan Venović ook niet meer handelend optreden. Ajax leidt, doet het goed. En gaat zo meteen aan Mauricio van Axel Dongen brengen. Mooi om die interactie te zien tussen Heitinga en een van die vele talenten. Direct na rust, weer een corner. En die corner levert ook een grote kans op. Weer via Luca. Nu een katachtige reflex van Brouwer die de 2-0 voorkomt. Goed werk van Fitz Jim. Kaats met Van Axel Dongen mislukt, maar de bal alweer in Amsterdamse bezit. Luca, Fitz Jim. Terug naar Luca. Krijgt hem met moeite mee. Krijgt hem wel mee. Bal stuit het net iets op. En daardoor over het doel. De poging van de Italiaan die vanavond tegen Heracles Almelo ook weer laat zien dat hij echt wel kwaliteiten heeft. Het is in ieder geval een andere smaak die Lorenzo Luca met zich meebrengt. Oeh, dat is lelijk, de botsing. Maar Roosken vooral in de rug geraakt. En dus laat scheidsrechter Gerrits het verder gaan. En kan Jong Ajax via Luca tot de kans komen. Goed het overzicht bewaard. Linsson over. Hansen, och. Van Axel Dongen stond helemaal vrij. Alsnog Luca hard, kieselhard. 2-0. Genadeloos uitgehaald door Lorenzo Luca. En zo komt Sontje Hansen eigenlijk nog met een schrik vrij. Want die moet de bal, als hij voor zijn voeten valt, hier gewoon breed geven. Kijk naar Van Axel Dongen. Gaat via de moeilijke weg. Maar via de moeilijke weg kun je er ook komen. Genadeloos uitgehaald door Luca. En zijn tweede van de avond. Hoogma krijgt hem terug bij Les. Heeft geen controle, Wahin pikt op. Dit is een kans voor Heracles Almelo. En die kans eindigt op de handen van de Graaf. Linsson. Uitbraakmogelijkheid voor Jong Ajax met Van Axel Dongen. Moet zien af te rekenen met Bakboord. Van Axel Dongen. Krijgt hem net niet terug bij Linsson. Heeft wel de bal weer. Van Axel Dongen. Van Axel Dongen. Het is 3-0. Donny Warmerdam maakt hem. Dankzij een fraai staaltje pingel in de kleine ruimte van Axel Dongen. De kans lijkt verkeken als Van Axel Dongen hier de bal terug probeert te trekken. Maar dan herovert hij de bal. En dolt hij hier Bakboord. Dat doet hij werkelijk waar. Weergaloos. Dit doe je op de pleintjes. En als je dit overkomt, dan loop je naar huis huilend. Kom je de komende week niet meer terug. Twee van Heracles tegen, met een beetje overdrijving, vier van Jong Ajax. Komen wel wat spelers terug van Heracles. Maar zijn ze op tijd om de 4-0 te voorkomen? Nee dus. Warmerdam maakt hem. En bij zijn debuut in het betaalde voetbal direct een assist voor Sarvo. 4-0. Uit het boekje deze tegenstoot van Jong Ajax. Zo doe je dat op een training. En Warmerdam
weer op de juiste plek. Na een machtige versnelling van Sarfo. De eerste nederlaag van het seizoen voor Heracles Almelo. En direct een hele dikke. Jong Ajax smeert ze een 4-0 verliespartij aan de broek.